iedere dag komt er weer eentje online. Dat doet YouTube voor mij. Om 14:30. Ja. Ja, nou, dan weten jullie het ook. Bekeel, zegt ze. Hé? Ja, nou. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag maandag 14 september om 13:55. Ja, het is alweer wat laat, maar ik ben er al een enige tijd eruit. Zoals Rijka is er al uit geweest, et cetera, et cetera. Ik heb telefoontjes gepleegd en ik moet eerst met Rijka op de booster weg naar een andere wijk. Die mensen willen Rijka weer even zien, maar ook is ze jarig. Is daar eentje jarig en ik heb het spulletjes voor de. Dus dat moet er even heen. Ook moet ik weer zonder Rijka, dus moet ik Rijka weer eerst wegbrengen. Dan moet ik weer naar een andere wijk. Om een briefje bij de dokter op te halen. Dus ja, druk. Dus ik kwam er eigenlijk even helemaal er niet aan toe om jullie erbij te pakken. Nee, dat moet me schamen. Maar ja, oké, gedaan, dan zag ik er niet meer geen keer. Alles is binnen. Ik zet zo meteen de kamerdeur op. Ik kan de poezenbeestjes naar boven toe als ze dat willen. Want Rijka gaat toch mee. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Want jullie zien hoe ik er weer bij zit. Lekker luchtig. Ik doe dat jasje alleen aan op de booster. Meer er niet. En geniet van alles, zou ik zo zeggen. En ook van mijn vlogs. En van de diertjes, ja. Geniet er gewoon van. Ja, dat is gewoon leuk. Iedere dag komt er weer eentje online. Dat doet YouTube voor mij. Om 14:30. Dus iedere keer gezellig kijken. Ja. Mocht je vragen hebben. Je kan altijd dingen vragen aan mij. Je krijgt er ook altijd weer antwoord op. Als ik het tenminste antwoord op weet. Als ik het zelf niet weet. Ja, dan, wow, dan weet ik het ook niet. Hè? Nee, maar ja. Vragen staat vrij. Of je er een antwoord op krijgt, is vraag 2, zei mijn moeder altijd. Dus ja, vraag gerust en ik geef dus wel antwoord. Enkel, ik weet niet altijd een antwoord. Dus ja, dan zeg ik van sorry, hier heb ik geen antwoord op of zo, weet je. Maar oké, geniet ze en dan komt alles goed. Ja toch? Ik zou zeggen, ik neem jullie nou niet mee, want dat mag niet. Ik kan daar niet vloggen of wat dan ook. En trouwens, mijn tas is vol. En Rijka, die zit er ook op. Dus ja, kan niet, hè? Dus ik zeg, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, eindelijk ben ik weer thuis. En ik ben weg af van het gevlieg, het gehol en gedraaf. Ja. Ik heb over de hele dag maar één bak koffie gehad. Dat was dus in die wijk waar ik iets naartoe moest brengen. Er was er eentje jaar. Ik kon ook gebak krijgen, maar... Ik had Rijka mee, die zat aan me vast en een andere vrouw die houdt absoluut niet van honden, dus daar moest ik Rijka bij weghouden. Dus ja, ik heb maar gebak afgeslagen, maar het maakt niet uit. Word je toch enkel maar weer dik van, ja toch? Nou, toen heb ik Rijka weer naar huis gebracht, toen ben ik... naar de huisarts gegaan en ik heb mijn briefje. Ja, ja, en daar ben ik blij mee. Ja, ja, ben ik blij mee met dat briefje. Zeker te weten. Die gaat in mijn portefeuille. Waar ik ook de verzekeringspapieren in heb van de scootmobiel. En dan komt het allemaal wel weer goed. En voor jou heb ik de kippie mee. Vrouwtje heeft ook boodschappen gedaan. Nog bij de deka. En ik dacht, wat zou je er treuren van? Oh, alle vakken gaan leeg, zijn bijna leeg. Er worden al dingen overgeheveld naar de andere filialen. En we hadden ook bakken staan waar dus spullen in te koop waren. Wat eigenlijk niet met een supermarkt heeft te maken. Zoals die snorkelmasker die ik voor Karin heb gekocht. En zo schoenen, laarzen, noem maar op, weet je.
Dat is er allemaal weg. Dat is een ruimbaan daar. Je kan gewoon dansen. We huren een bandje in en je gaat dansen. Ja, weet je. Dat ik het boodschappen dus mee. En ik had mijn chips is er ook al niet meer. Dus moet ik helemaal voor naar een andere wijk toe. Dus ja, dat moet ik daarvan inslaan. Oh jee. Ja, maar dat komt ook wel goed. En nou ja, ik heb eventjes voor deze jonge dame, daar had ik gisteren voor het eerst ruzie mee met haar medicijnen. Ze gooide het er iedere keer eruit. En toen heb ik het fijn gemaakt met zo'n stampertje. En heb ik het op vleeswaren gesmeerd. Tenminste, met vleeswaren erdoor, dat bakje heen waar ik het in had gestampt. En dat aan erop gevoerd, dan krijgt ze het ook binnen. Ik denk, nou weet je wat, ik haal paté op. Smeerleverworst of zo. Ik denk, lepeltje smeerleverworst en dat, die medicijnen erdoorheen. Klaar, en dan kan ze het zo oplikken. Ja toch? Krijgt ze het toch binnen. En daar gaat het om, dat ze het binnen krijgt. Hé meisje, ja? Ja? De ruggraat wordt beter. Je voelt hem al wel, maar niet zo erg als eerst. Dus dat wil zeggen dat ze toch begint aan te komen, al is het maar een heel klein beetje. Hé meisje, ja? Oeh, spinnenkoppie. En Kandolf is buiten. Rijker die ligt in de tuin te zonnebaden. Die denkt dat ze nog bruiner kan worden dan dat ze al is. Dus ja, en dan gaan we zometeen even de boodschappen opruimen. En even medicijn innemen, want ik verga van de pijn in mijn rug. Want ik heb er net zwaar spul geteeld. En dat ligt er niet om hoor. Ten eerste heb ik die tas. Deze tas. Hek opgeteeld en er zitten 3 dozen van die kattenvlees in en er zitten 2 flesjes coronabier in en er zit nog meer zwaar spul in. Ja, dat ook ja, kipfilet 2 bakken, nou dat is ook zwaar. Ja, dat is ook voor Ewin. Misschien dat ik zelf ook een stukje ervan neem, maar daar niet van. Maar in ieder geval, misschien kan ik een soepje van maken. Ja, toch, lekker soepie. Ja. Ah, meneeuw. Ja, nou, dan weten jullie het ook. Meneeuw, zegt ze. Hé? Ja, nou. Ja. Is dat meneeuw? Ja. Ja. Is dat meneeuw? Is. Ik ga eens even kijken wat... Rijk aan het doen is. Nou, en kijk, ik had al 2 zakken. En ik heb er nou nog weer 2 zakken erbij. Nou ja, en ik krijg niet eerder hulp dan moeder toch, en dat moet wel naar boven. Rijka! Kiekeboe! Hallo! Nou, die heeft het druk. Die heeft het te druk. Nou, moet ik kunnen. Ja, toch? Nou, ja, ik ga dus de boodschappen opruimen en de computer aandoen. En dan moet ik nog gaan renderen. Maar ik denk dat ik even een vlogje tussendoor doe. Want ik had leuke filmpjes gevonden van Rijka. En die gaan we aan elkaar vastzetten. Als een extra vlogje. Leuk! Gezellig! Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, genieten en tot later!